Er is nieuws over de vijver aan de Stokhasseltlaan in Tilburg. Vorige week lieten we al zien hoe erg het was gesteld met de vijver in de wijk. Tilburgse wethouder Mario Jacobs belooft nog voor de zomer een oplossing te vinden voor de lekkende vijver. Nou, ik heb gezien dat er wat de bewoners al hebben aangegeven dat er inderdaad iets moet gaan gebeuren aan de vijver. Om de gemeente ervan te overtuigen dat er dringend iets aan de vijver moest gebeuren, hebben de bewoners een petitie aan de gemeenteraad voorgelegd. Het was niet aan mij, het was aan de voorzitter van de commissie, aan de raad. Afgelopen maandag was dat, ik was er zelf ook bij. En daar hebben we inderdaad een debat gevoerd over wat we willen gaan doen met de vijver. En daar hebben we toen al aangegeven dat we hard aan het studeren zijn op een goede oplossing. De mensen uit de wijk hebben de vijver inmiddels een nieuwe naam gegeven. We noemen dit de troepvijver. Mensen gooien er allerlei producten in, zoals kooltjes, waterpijp, tabak. Gewoon alles erin, eraan. Gewoon, en dit is het eindresultaat, hè. Prachtig vijver. Kan niet mooier. Vanaf mijn huis ruik je het al. Gewoon een paar honderd meter verderop. Vanaf mijn huis stinkt het al, word gewoon wakker, hè. Om 3 uur in de nacht word gewoon wakker van uw stank. Dat is echt kut. Oh, die ene die kwaken allemaal. Kwak, kwak. Ja, ik zit hier nu 2 weken. En ik heb, wat dat betreft, ze hebben de petitie aangeboden en ik heb gehoord dat er problemen waren. Ik heb met beide handen aangegrepen en gezegd van weet je wat, ik ga gewoon langs. Want je kunt wel vanuit het stadhuis nadenken over wat het probleem is. Maar volgens mij is het belangrijk dat je er naartoe gaat en het gewoon ziet en ervaart en hoort van de mensen die het raakt. Dat heb ik gedaan en van daaruit ga ik werken aan een oplossing. Ik denk dat mensen er veel brood in gooien voor de vogels en dat het daardoor echt gewoon niet schoon is. De mensen hier in de buurt, je ziet veel mensen daar zo staan en dan dingen in het water gooien. De wethouder belooft het er niet erbij laten zitten en er snel werk van te gaan maken. Nou, wat ik toevallig net met ze besproken heb, is allereerst een noodoplossing. Zorgen dat de overlast die ze nu hebben niet meer voorkomt. En dat we gezamenlijk gaan kijken aan een lange termijn oplossing. En die lange termijn oplossing heb ik niet als een blauwdruk klaar liggen. En dat kan ook niet, want ik wil het samen juist met hun gaan doen. Wat ik op zijn minst graag zou zien gebeuren, is dat de bewoners ervan genieten en er geen last meer van hebben.